dit zijn onze toiletten. Nu is het pas het begin van het schooljaar, dus ze zijn wel nog proper vergeleken met de andere dagen. Normaal zit hier altijd kak en pis op de brillen en daar ook pis op de grond. Ja, zoals je ziet ligt het hier gewoon open en kan je gewoon naar de andere kijken. Er zijn allerlei redenen waarom jongens en meisjes geen kaka durven te doen op school. Plassen vinden de meesten nog oké, maar het groottoilet, bijna de helft, doet het niet. Ja, ik durf gaan. Niet echt, want het is heel vies. Ja? Nee. Er zijn bijvoorbeeld mensen die pakken doekjes, die maken het nat. Ze gooien het op, hier op. En dan soms, als je op het wc zit, dan valt het op je hoofd. Ik, als ik naar het toilet ga, ik wil een beetje rust en dat het niet te veel lawaai is. Vaak komen er zo kinderen binnen en die beginnen hier zo te spreken. En dan zit ik in het wc en dan moet ik bijvoorbeeld kaka doen. En dan zo ben ik bang dat die mij horen. Ik ga niet zo vaak op deze wc's kaka doen. Ik ga dan eerder alleen plassen en dan wacht ik wel tot als ik thuis ben. Maar dat is echt niet gezond en dat ben ik eens gaan vragen aan een dokter. Dokter, waar kan je nu eigenlijk last van krijgen als je te lang je kaka ophoudt? Als je te lang je kaka ophoudt, je luistert niet naar je lichaam en je gaat dus niet naar het toilet op het moment dat je dat voelt, dan kan je verstopt geraken. Dan krijg je buikpijn, krampen, een bolle buik, opgezet gevoel, kan misselijk zijn. Hè. En soms zien we ook dat er verlies van kaka in het ondergoed soms is. Ja, heel veel jongens en meisjes durven eigenlijk gewoon niet naar het groot toilet gaan op school, maar hoe zou het eigenlijk normaal moeten zijn? Je moet luisteren naar je lichaam. Als je het voelt, moet je gaan. Oké, dank u. Dat is een heel goede tip. Hey, super tof dat je zo'n grote karwiet van bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.